uitdaging die we hier hebben is dat de zeespiegel langzaam aan het stijgen is. En tegelijk komen er steeds meer stormen, steeds vaker heftige stormen op ons af. En wat we dus moeten doen is onze kust verdedigen. En we zijn hier in Noord-Nederland, waar 50 kilometer dijk op dit moment is afgekeurd. Nou, normaal zouden we deze dijk gaan verhogen met alle gevolgen voor het dorpje hierachter. Maar wat wij denken is, als we die kwelder, dus dat begroeide land hiervoor en de watplaten, is gaan benutten, dat dat gezamenlijk in staat is om golven te remmen. En zodoende dat die dijk dus veel minder belasting krijgt, dus veel minder krachten op die dijk. En dan hoef je zo'n dijk misschien niet te verhogen, maar dan kan je het dus op dezelfde hoogte laten om dat achterland te beschermen. En het mooie is dat die kwelders ook mee kunnen groeien met de zeespiegel. Dus als de zeespiegel langzaam omhoog gaat, dan zal deze vegetatie die hierop staat er ook voor zorgen dat het sediment, dus het zand en het slib, langzaam meegroeit met de zeespiegel. Dus dat dit voor heel veel jaren een oplossing zou kunnen zijn. We meten dus onder andere met dit soort instrumenten wat er gebeurt onder verschillende omstandigheden. Dus onder dagelijkse omstandigheden, als het water inkomt, hoe hoog is het water, hoe hoog zijn de golven. Maar dus ook tijdens stormen. Stel dat hier een grote storm komt, dan kunnen we meten wat er met de bodem gebeurt. Op deze plek, maar ook verder op de kwelder of verder zeewaarts. Kijken we naar de bodemveranderingen tijdens een storm, hoe hoog die golven zijn tijdens die bodemveranderingen. En of die kwelder dus daadwerkelijk op de plek blijft liggen onder die extreme omstandigheden. Maar we kijken ook op andere plekken. Dus niet alleen naar deze kwelder die op een meer natuurlijke wijze wellicht is ontstaan, maar ook naar semi-natuurlijke kwelders. En zelfs buiten Nederland doen we onderzoek naar hoe vooroevers, bijvoorbeeld in de tropische zone, kunnen bijdragen aan golfdemping en hoe stabiel ze zijn onder extreme omstandigheden. Naast het onderzoek aan die kant van de dijk is het ook erg belangrijk om de mensen aan deze kant van de dijk mee te nemen. Om ook zo draagvlak te creëren. Omdat deze bewoners natuurlijk ook te maken hebben met die oplossing. Aan de andere kant, Rijkswaterstaat en het waterschap is verantwoordelijk voor die dijk, dus ook daar moeten we mee samenwerken. Natuurorganisaties die aan de andere kant ook weer letten op hoe de natuurontwikkeling gaat. En tal van andere overheden die natuurlijk over dit hele gebied wat te zeggen hebben. En samen met dat hele consortium zoeken we naar hoe een levende dijk ingepast kan worden hier in deze gemeenschap en zodoende een duurzame oplossing kan zijn. Nou, we gaan niet alleen in het veld testen, maar we gaan ook naar het laboratorium toe. In Delft, bij Deltares, gaan we een hele grote levende dijk nabouwen in de Deltagoot. Dat is een hele lange goot waar golven gegenereerd kunnen worden. De grootste kunstmatige golven van de wereld. En dan gaan we een levende dijk belasten, kijken hoe sterk die is. We gaan met een stormchase team op zoek naar de storm om te kijken hoe een kwelder daarop reageert. We gaan modellen en tools ontwikkelen om ook op andere plekken dan hier in de Waddenzeekust het ontwerp te kunnen inzetten. En tot slot gaan we natuurlijk implementeren. We gaan onze oplossing bouwen. Dus over 5 jaar zou het geweldig zijn als we hier in Nederland de eerste levende dijk kunnen aanleggen. En ook wereldwijd mogelijkheden hebben verkend om ook daar levende dijken te gaan bouwen. En de economische meerwaarde van deze kennis, om die ook in het buitenland in te zetten, is om op hele kwetsbare gebieden, de steden waar al een heel groot probleem is met klimaatverandering en de rijzende zeespiegel, om ook daar een oplossing te geven die duurzaam is. En dus niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn, dat ook daar die plekken duurzaam zich kunnen ontwikkelen.